De Helster in Elst wordt definitief vervangen. Herdenkstenen geplaatst bij laatste woningen van Joden voor de oorlog. En speciale lifestyle coaching voor queer personen. Het is officieel. Er komt een nieuw multifunctioneel sportcentrum in Elst. De Helster wordt vervangen door een spiksplinternieuw sportcentrum. Vandaag werd de overeenkomst getekend door de wethouder en de aannemer. Nou, we hebben vandaag de koop- en bouwovereenkomst getekend voor het nieuwe multifunctionele sportcentrum. Dus de Helster en het zwembad en sporthal gaat vervangen worden. Ja, wij zijn als aannemer zojuist gecontracteerd om de realisatie van het projecten op ons te nemen. Dus zowel het ontwerp als de realisatie van het sportcentrum. Nou, wij gaan natuurlijk nu met het ontwerpteam gaan wij het plan verder uitwerken naar een definitief ontwerp. Vervolgens zullen wij de bouwaanvraag moeten indienen. En als dat proces doorlopen is, dan hopen wij maart 2024 te starten met de bouw. Het nieuwe sportcentrum komt bij het station in Elst. En dat die nieuwe er komt, is hard nodig. Het is op. Hij is van 1974, dus het bad is op. Dus de gemeenteraad heeft in 2019 al besloten tot een nieuwbouw. En vandaag hebben we de aannemingsovereenkomst getekend en in 2025 gaat die open. Hij gaat bij het station in Elst, de stationsomgeving, tegenover de nieuwe ziekenhuis Rijnstaten gaat hij gebouwd worden. Een prachtig nieuw sportcentrum. Daar komen jaarlijks 150.000 tot 200.000 bezoekers en die kunnen dan zwemmen, sporten, bewegen en ontmoeten. Het is een prachtig nieuw duurzaam gebouw en dat past helemaal bij het stationsgebied, de entree zeg maar, van Elst. Dus het wordt prachtig. Een heel nieuw sportcentrum is er natuurlijk niet zomaar. Dat kost naast geld ook een hoop tijd. Het bouwproces, de echte realisatie start in maart 2024. Dus dan komen letterlijk de graafmachines op de bouwplaats. Gaan we de bazins, het betonwerk maken. Vervolgens de realisatie van het zwembad en de hele afbouw. Daar zijn we ongeveer anderhalf jaar mee bezig. En dan is er nog een 2-3 maanden tijd voor de inrichting van het zwembad. En dan kan het eind 2025 in gebruik genomen worden, is nu de planning. In 1974 heeft de toenmalige burgemeester Sportcentrum De Helster met een duik in het zwembad geopend. Maar of dat deze keer ook gaat gebeuren, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, ik wil het best toezeggen. Ik heb daar geen probleem mee. Dus ik kan wel duiken inderdaad. Maar burgemeester Verhoeven tot Westervlier heeft inderdaad dit zwembad in 1974 geopend met een koene duik. Dus dat gaan wij waarschijnlijk samen ook proberen. Hè? Dus de bouwer en ik. Nou, daar moeten we eens even over nadenken. Dat, wij hebben een hoop collega's bij Burg en Bouw, dus het kan zomaar zijn dat ik dat een collega laat doen. Maar wie weet. Bij 8 Nijmeegse woningen zijn woensdagmiddag zogenoemde struikelstenen geplaatst. Dit zijn vierkante steentjes met een goudgele bovenkant van messing. Ze worden geplaatst voor het laatst vrijwillig gekozen woonadres van Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd. Op elke steen staat de naam, geboortedatum, datum van deportatie en sterfdatum van degene die is vermoord. Stolpersteinen, we hebben er net één hier gelegd. Stolpersteinen worden in heel Europa gelegd voor de slachtoffers van het naziregime. En op de eerste plaats, de Joodse vervolgden, zijn weggevoerd, miljoenen. En het zijn steentjes van 10 bij 10. De bedoeling is dat mensen die zien liggen erover struikelen, stolperen in het Duits. En dat ze denken, hier heeft die persoon het laatst vrijwillig gewoond en van hieraf is hij weggevoerd. Nadat er in veel steden al struikelstenen zijn gelegd, is nu ook Nijmegen aan de beurt. Hoe is de organisatie eigenlijk bij de Waalstad gekomen? Eigenlijk worden de stolpersteinen in Nijmegen relatief laat gelegd, want ze liggen al in heel veel dorpen en steden in Nederland en in heel Europa. In Nijmegen zijn voor het eerst vorig jaar april de eerste stenen gelegd, 13, in november weer 27, vandaag weer 27. En het worden er bij elkaar hopelijk een paar honderd. Er zijn in de oorlog veel Joden vermoord die in Nijmegen hebben gewoond. Voor deze mensen is dit initiatief opgestart door verschillende Nijmegenaren. Het initiatief komt van Rob Michels en mijzelf en Leo van der Munnekoff. We doen onderzoek, we hebben 3 jaar geleden een groep gevormd om die stenen te gaan leggen. Omdat er relatief
ja, in Nijmegen aan de herdenking nog niet zoveel was gebeurd. Liam van Rosmalen is de achterkleinzoon van Julius Cohen, de man voor wie dit steentje is gelegd. Dat het steentje voor een familielid wordt gelegd, is natuurlijk mooi voor Liam om mee te maken. Ja, ik vind het een bijzonder moment en ik vind het ook fijn om erbij te zijn, want het is familie van mij en het speelt een grote rol in mijn familie, zeg maar. Okay. En het doet mijn oma en mijn vader ook goed, want mijn oma heeft hem gekend en zo, dus dat is wel fijn. Voor familieleden is het natuurlijk mogelijk om zelf mee te helpen, aangezien die veel van de mensen weten. Ja, want ik vind het een bijzonder verhaal eigenlijk, want het is natuurlijk de eerste Nijmeegse Jood en dat is dan mijn familie. Dus, en ook van de nabestaanden, zeg maar, die zichzelf weer hebben herpakt na zo'n gebeurtenis. Dat vind ik wel een inspirationeel verhaal. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Lifestyle coach Suus vindt dat er meer aandacht moet komen voor ondersteuning aan mensen die zich als queer identificeren. Hij ontwikkelde daarom een queer lifestyle programma. Er is een tweede verdachte aangehouden naar aanleiding van het steekincident in Lent. Het steekincident vond plaats op dinsdag 21 maart. En hierbij kwam een 29-jarige man uit Nijmegen om het leven. Afgelopen dinsdag is een 23-jarige vrouw uit Nijmegen aangehouden wegens betrokkenheid bij het steekincident. Na deze tweede aanhouding gaat het onderzoek verder. Enkele uren na het steekincident op de Lentse Warande werd al een man van 30 uit Wijchen aangehouden. De 1100 huishoudens in de gemeente Beuningen die eerder al €1300 energietoeslag hebben ontvangen, krijgen binnenkort opnieuw €500 uitgekeerd. Halfweg juli komt daar nog eens €800 bij. Dat heeft Beuningen woensdag bekendgemaakt. Het gaat om mensen met een inkomen tot 120% van het minimum. Het geld wordt automatisch overgemaakt. De 1100 huishoudens hoeven daar dus niet voor te doen. In Nederland gebeuren nog te veel verkeersongelukken waarbij fietsers betrokken zijn. Hier moet snel iets aan veranderen. Het Radboud UMC gaf vandaag daarom voorlichting op basisschool Klein Heijendaal over het belang van een fietshelm. Vandaag spreken we met Tim Frenzel. Hij is intensivist bij het Radboud UMC en geeft voorlichting aan groep 7 van basisschool Klein Heijendaal. Hij vertelt waarom het dragen van een fietshelm zo belangrijk is. Kijk, we hebben een heleboel fietsongelukken in Nederland en het worden alleen maar meer elk jaar. En met een fietshelm kan je ervoor zorgen dat als je een fietsongeluk hebt, dat je minder of geen hersenschade oploopt. De eerste stappen voor een goede behandeling van hersenschade bij het Radboud UMC zijn al gezet. Deze zijn vooral bedoeld voor de risicogroepen onder de fietsers. We willen het liefst, we hebben net in het Radboud een kindertraumacentrum geopend. We willen het liefst dat we eigenlijk geen kinderen met hersenschade na fietsongelukken terugzien. En dat het liefst eigenlijk heel Nederland een fietshelm draagt. En zeker die groepen die risico lopen. En die groepen die risico lopen, dat zijn mensen op e-bikes, dat zijn oudere mensen en dat zijn kinderen. Maar als we het met z'n allen doen, dan is het voor iedereen ook een stuk makkelijker. Nederland is niet het eerste land waarbij een fietshelm wordt aanbevolen. Tim benadrukt dan ook dat het dragen van een fietshelm vrijwillig moet blijven en hoopt op steun van de overheid. Ja, we hopen dat we meer en meer mensen meenemen met uitleg, met promotie, dat ze vrijwillig een fietshelm dragen. En we denken dat dat beter gaat werken dan dat er een verplichting komt. In andere landen heeft dat goed gewerkt. Als je denkt aan Scandinavië, Denemarken, Duitsland, Zwitserland. Daar zie je heel veel mensen met een fietshelm, zonder dat er een verplichting is. En bij ons is dat op dit moment nog lastig. We hopen dat de overheid ook op een promotiecampagne in gaat zetten. Een hele mooie zou zijn als bijvoorbeeld Mark Rutte, die naar zijn werk fietst, op de fiets een fietshelm zou dragen. En dan denk ik dat we daar ook met z'n allen verder in kunnen komen. Dit was alweer de tweede landelijke dag van de fietshelm. De voorlichting die het Radboud UMC onder andere geeft is een goede eerste stap, maar het is nog niet genoeg.
Ja, vandaag is de dag van de fietshelm. Afgelopen jaar was die voor de eerst. En ik kan me goed voorstellen dat we die volgend jaar ook nog een keer doen. En ik heb de hoop dat de overheid meehelpt met een grotere promotiecampagne, zodat het voor iedereen makkelijk is om een fietshelm te hebben en ook te gebruiken. Hoe wordt de huidige acceptatie van mensen uit de regenbooggemeenschap door henzelf ervaren? Daar doen de Radboud Universiteit en Stichting Vizier elke 2 jaar onderzoek naar. Het gaat dan om de provincies Gelderland en Overijssel. Hiermee komt er meer zicht op waar ondersteuning nodig is voor deze groep. Lifestylecoach Suus vindt dat er meer aandacht moet komen voor ondersteuning aan mensen die zich als queer identificeren. En daarom ontwikkelde hij een queer lifestyle programma. Ja, dit is wat ik aanbied. Dus de 1-op-1 workout sessies, transitietraject en de queer lifestyle coaching. Ondanks de toegenomen acceptatie voor de regenbooggemeenschap is die nog niet voor iedereen even voelbaar. Dit blijkt uit het 2-jaarlijks welzijnsonderzoek voor de provincies Gelderland en Overijssel. En ook dit jaar worden er voor dit onderzoek enquêtevragen aan deze gemeenschap voorgelegd. Lifestyle coach Suus heeft hier vanuit zijn eigen ervaring antwoorden op. Hoe onveilig of veilig voel je je en op welke plekken gaat dat dan? Ja, ik ben transgender en ik voel me als transpersoon in de gemeente Nijmegen op de plekken waar ik kom, voel ik me veilig. Maar dan zoek ik ook wel de plekken op waarvan ik weet dat ik daar veilig kan zijn. Deze veiligheid en acceptatie was er voor hem niet overal. Hij ondervond dat therapeuten en instanties vaak hoekjes en opties voorstelden waar hij zich niet mee kon identificeren. In 2017 ben ik aangemeld, heb ik mezelf aangemeld bij de transgenderpoli, omdat ik in transitie wilde. Maar ik kreeg alleen dat medische en psychische stuk. Maar er komt ook een hoop bij kijken in je dagelijks leven. Je mentale welzijn, wat doet het met je als je bent geopereerd? Hoe ga je dan die wereld in? Hoe moet je weer op krachten komen? Hoe moet je trainen als je aan de hormonen gaat? Sporten, bewegen is heel erg belangrijk, maar hoe doe je dat dan? Naar aanleiding van deze ervaring creëerde Suus een queer lifestyle coaching programma, HisFit, waarin hij mensen uit de queer community coacht bij hun emotionele en fysieke gezondheid. Hij is met 2 anderen de enige in Nederland die dit aanbiedt. Mensen willen heel graag het aanbod krijgen waar ze zich in kunnen herkennen. En waarin ze weten van oké, deze mensen of dit product kan mij helpen mij te zijn. Sommige mensen zeggen, wil je met me meetrainen? En dan zijn we ineens 2 transjongens die samen aan het trainen zijn. Wat zie je bij hen gebeuren als je wel die persoonlijke aandacht geeft en een veilige omgeving voor hen creëert? Ja, groei. Groei, blijdschap en ontspannen. En er wordt letterlijk gezegd, het is fijn om even mezelf te kunnen zijn. Bevindingen als deze worden middels het welzijnsonderzoek bijgehouden. Na de zomer wordt daarmee duidelijk hoe de regenbooggemeenschap de acceptatie ervaart en welke ondersteuningsbehoefte er is. En Suus blijft zijn steentje bijdragen als coach. Ik hoop dat mensen HisFit weten te vinden en voelen, weten, zien. Als ik in Nijmegen ben of in deze omgeving en ik ben queer, ik ben trans, dan is er een plek waar ik naartoe kan, in ieder geval met iemand te praten. Ja, het mag geen nieuws meer zijn dat het weerbeeld van deze week wat positiever werd ingezet dan het daadwerkelijk wordt. Vandaag hadden we daar nog niet zo'n last van en werd het met 13 graden en veel zon nog best een aardige dag. Morgen komen we helaas wel even in een korte dip terecht. Het is merkbaar een stuk frisser met maximaal 11 graden en ook valt er van tijd tot tijd wat regen. De dagen erna krabbelen we langzaamaan weer wat terug. Het zal nog even wat wisselvallig blijven. Maar de temperatuur is wel weer terug op normale waarde, namelijk zo'n 17 graden op vrijdag. En daar is hij, 21 graden op zaterdag. En dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek in. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!